Dit is namelijk een wolk. En ik weet niet of je het weet, maar de maan die woont in de wolken. Eigenlijk achter de wolken. Moet eigenlijk ook in een soort huis, zeg maar. Want als je hem niet ziet, dan zit hij gewoon eigenlijk thuis in zijn huis, in zijn wolkenhuis. Nou, ik zal het even laten zien. Dus je kunt je openmaken zien. Zit hij gewoon in zijn wolken. Zit hij heel lekker ook. Vindt hij heel fijn ook. Maar soms, dan gaat hij op vakantie. Nou, en als hij op vakantie gaat, dan gaat hij altijd naar een groter huis. Want op vakantie moet je natuurlijk andere dingen doen dan thuis. Zie? Dan gaat hij op vakantie in een twee-kamer-appartement, zeg maar. Zo zou je het kunnen noemen. Kijk, en dan kun je het hier neerzetten. Maar het gekke is dat die maan dan soms verdwijnt. En dat betekent dat hij plotseling niet meer in het kastje zit. Zowel niet aan deze kant zie, als aan deze kant. Dat is heel vreemd. Niemand begrijpt hoe dat kan. Kijk, de ene keer trouwens is hij er weer, zie. Maar de andere keer is hij spoorloos verdwenen. Een raadsel is het. Heel raar. Maar we zijn erachter, want hij doet dat omdat hij het leuk vindt. En soms weten we ook wel wat hij van plan is. Hij wil ons natuurlijk voor de gek houden. En het uiteindelijke doel van die maan is om ook weer terug te gaan naar huis. En dat betekent dat die maan verdwijnt uit het vakantiehuis. Zie? En weer terechtkomt in zijn eigen huis. Dit is de Luna Trick. Wacht even. Hallo? Oh ja, ik dacht dat de maan hier zou zitten, maar dat blijkt niet het geval. Normaal gesproken komt de maan altijd... Sorry? Dit is gewoon een leeg kastje. Dit is gewoon een wolk eigenlijk. Dus de maan zou moeten verschijnen hier, maar dat was blijkbaar niet het geval. Dus hebben we gewoon uit pech. Nou, je begrijpt wat ik bedoel. Kinderen gaan allemaal roepen, de maan zit achter de wolk, de maan zit achter de wolk. Dat je het ook dichtmaken, kastje, is nog beter. En dan komt die maan telkens tevoorschijn. En jij ziet het natuurlijk niet, telkens als je kijkt, dan is die maan weer weg. En op het laatst dan kun je hem alsnog, kun je hem pakken zeg maar. En dan kun je hem netjes terug in het kastje plaatsen. En dan is alles weer terug. Andere optie is dat hij hier een paar keer achter de wolken uitkijkt. Kastje open en hij is er nog steeds niet. En hij zit weer terug in de dubbele wolk. Kan ook. Nou, dit is de maan op avontuur. Oftewel de Luna Trick. Heel oude truc. Deze is fantastisch gemaakt. Heel goed gemaakt. Mooie mechanismes ook. Degelijk hout. Ja, overal aan gedacht. Zelfs een locking mechanisme voor dit kastje. Zodat de maan, als die eenmaal verdwenen is, niet meer zomaar terug kan komen, om het zo maar te zeggen. En deze hele set kost €139. De Luna Trick.